We zijn in België. We zijn hier nog de laatste 5 draaidagen van Keno. Laatste draaidag. Ik ga straks huilen bij het laatste shot. In het kort gaat deze film over de Spaanse bezetting van Haarlem en Nederland eigenlijk überhaupt. Rond 1570, 1580. Het is een heel belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. Nederland zoals het nu is, is eigenlijk ontstaan mede dankzij dit verhaal van Kenau. En Kenau die is opgestaan tegen de Spanjaarden. Kenau is nogal... Die houdt haar emoties eigenlijk liever binnen. Het is een strijdbare vrouw die na het verlies van de dochter toch besluit om de wapens op te nemen tegen de Spanjaarden. En zowaar een heel vrouwenleger samen te stellen. Wichelt is een gezant van de prins, dus iemand van stand die eigenlijk... tijdelijk in Haarlem neergezet wordt om daar te proberen de chaos richting te geven. En te proberen het verzet tegen de Spanjaarden te leiden. En die gaandeweg samen met Kenau een soort verbond sluit. Het is historisch behoorlijk juist allemaal. Ja. Er is heel veel research gedaan. En het is echt een film die je ook kan kijken als je gewoon meer feitelijkheden wil weten. Maar het is ondertussen wel een emotioneel epos. Ja, je gaat toch je eigen verhaal ervan maken. Het is natuurlijk bekend dat ze een heldin was. Maar veel meer dan dat weten we niet van haar. De rest verzin je erbij, hè? En dat is natuurlijk ook ongelooflijk leuk. Want dan krijgt je verbeelding alle kans. Ja, mijn personage heeft echt bestaan. Waarschijnlijk was zijn naam ook... Pieter, maar het kan ook zo zijn dat het een samenvoeging is van een paar mensen. Maar je bent niet bang voor boze brieven van historische genootschappen? Daar ben ik sowieso niet bang voor, nee. Ja, helaas hebben we heel veel in Hongarije gedraaid. Ja, want het is zo dat er heel veel landen om ons heen zijn die de film ondersteunen, de filmindustrie, met belastingvoordelen. Maar Nederland heeft tot op vandaag, in ieder geval de laatste paar jaar, geen belastingvoordeel. Dus wij vluchten allemaal massaal naar het buitenland om dit soort historische epos te kunnen draaien en betaalbaar te kunnen houden. Moeten we helaas in Hongarije draaien, moeten we daar Haarlem nabouwen in plaats van echt in Haarlem te draaien. De paarden in Boedapest waren veel wilder dan die in Heemskerken in de duinen waar ik mijn lesjes had gehad. Het paard hoorde actie over de porto en die ging er vandoor. En ik kon niet anders dan mij vastklampen aan zijn nek en ben door bosjes gesleurd en door een bos gegaan. En kilometer verderop kwam hij pas tot stilstand en toen kon ik eraf springen. Maar dat deed hij fantastisch. Dus Kenau viel meteen als een blok. Dat geeft ze natuurlijk niet toe. Maar Kenau is ook een beetje een scheldwoord, toch? Dat was een scheldwoord, ja. Dat gaat nu veranderen. Dat wordt nu een geuzennaam.